Welke drinkwaterpomp moet ik kopen? Of welke drinkwaterpomp is geschikt voor het systeem bij mij aan boord? Dit zijn vragen die vaak aan ons worden gesteld. In deze video gaan we u helpen met het kiezen van de juiste drinkwaterpomp. Ik ben Jasper van Houtenkeer. Laten we snel beginnen. Bij het kiezen van een drinkwaterpomp is het handig te weten wat een drinkwaterpomp precies doet en waar u op moet letten. Belangrijke punten zijn het voltage, over het algemeen 12 of 24 volt, de werkdruk, meest voorkomend 25 of 40 psi, en het aantal liters per minuut. Om u een idee te geven over de druk en het aantal liters per minuut, gaan we even naar de keuken bij u thuis. 25 psi is omgerekend gelijk aan 1,7 bar en dit is te vergelijken met de druk in de waterleiding bij u thuis. Die is ongeveer 2 bar. Voor het aantal liters per minuut pakken we er even een huishoudemmer bij. Een vraag aan u. Hoeveel liter water stroomt er in 1 minuut door uw keukenkraan? Afhankelijk van de kraan gemiddeld zo'n 7 tot 10 liter water. Dit betekent dat u binnen 1 minuut deze emmer helemaal kunt vullen. Dit is handig om er een beeld bij te krijgen hoeveel water een drinkwaterpomp precies levert. Er zijn verschillende soorten pompen en de pomp die u het meest tegenkomt is een pomp met een zogeheten drukschakelaar. Deze drukschakelaar zorgt voor het aan- en uitschakelen van de drinkwaterpomp. Dit heeft als voordeel dat de pomp niet meer aangestuurd hoeft te worden door een kraan met een schakelaar erin. Zo kunt u er bijna elke willekeurige kraan op aansluiten. Wanneer de druk door het openzetten van de kraan wegvalt, wordt de drukschakelaar geactiveerd en zal de pomp water pompen. Wanneer u de kraan vervolgens weer dichtdraait, zal de schakelaar door de oplopende druk in het systeem weer ingedrukt worden en de pomp afslaan. Dus bij deze pompen is het aan of uit. U kunt zich dus voorstellen dat als u de kraan maar een klein beetje opendraait, de pomp het volle vermogen wilt leveren. Dan krijgt u dat prut, 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 de pomp gaat pulseren. Een oplossing hiervoor is een drukvat of een hydrofoor. Wanneer u dan een kleine hoeveelheid water pakt, zal er eerst water uit dit kleine tankje gehaald worden voordat de pomp geactiveerd wordt. Een andere oplossing is een drinkwaterpomp met een druksensor en hier komen we later in de video nog even op terug. Dan gaan we nu kijken welke pomp er geschikt is voor bij u aan boord. En hiervoor gaan we kijken naar het aantal tappunten, ofwel kranen en douches of alles wat water gebruikt. Heeft u 1 à 2 tappunten, zoals een keukenkraan en een kraan bij het toilet, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Parmax 2 van Japsco. Een robuuste pomp levert 7,6 liter per minuut onder 25 psi. Dus qua druk vergelijkbaar met de kraan thuis. Wel iets minder opbrengst, maar wel een uitstekende keuze. Compleet geleverd met Thulis en een 40 mesh fijnfilter. Super handig dus. Ook kunt u kiezen voor een Aquajet WPS 2.4 van Johnson of voor een UP2 van Marco. En dit is een pomp met een druksensor in plaats van een drukschakelaar. Deze meet dus hoeveel water er op dat moment wordt gevraagd. Draait u de kraan maar een klein beetje open, dan zal de pomp ook maar een kleine hoeveelheid water leveren. Erg handig, zo heeft u dus geen drukvat nodig en altijd een stabiele waterstraal. Heeft u 2 à 3 tappunten, zoals bijvoorbeeld een kraan en een douche, die ook nog wel eens gelijk gebruikt worden? Dan kunt u kiezen voor een pomp die tussen de 7 en 12 liter per minuut levert. Want een gemiddelde douche verbruikt zo'n 7 tot 10 liter water per minuut. Geschikte pompen hiervoor zijn de Parmax 3 van Japsco, de WPS 3.5 van Albin en de Marco UP3. Het is natuurlijk wel zo fijn dat als je staat te douchen en iemand pakt water in de keuken, dat de straal niet gehalveerd wordt. Trouwens, wilt u niet onder een koude straal douchen, dan kunt u bij ons ook terecht voor scherp geprijsde boilers die eenvoudig aan te sluiten zijn. Heeft u 3 of 4 tappunten, zoals een kraan, een douche binnen, maar ook een dekdouche, dan kunt u kiezen voor de Parmax HD4 van Japsco. Levert 15 liter per minuut, waar de HD staat voor heavy duty. Echt een goede pomp dus. De WPS 4 van Johnson of de WPS 4.0 van Albin Pump. Alle drie de pompen worden compleet geleverd, inclusief Thulis en een handig fijnfilter. Weet u welke pomp er voor u geschikt is? In de beschrijving hieronder treft u een link naar onze website. Voor het gemak hebben we alle pompen uit deze video gemarkeerd met een zogeheten YouTube tag, zodat u de pompen eenvoudig en snel kunt terugvinden op onze website. We hopen u door middel van deze video te hebben geholpen bij het kiezen van de juiste drinkwaterpomp.
Mocht u na het zien van deze video toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Abonneer op ons kanaal als u dat nog niet gedaan heeft. Blijf op de hoogte van alle nieuwe video's. En dan zie ik u weer graag bij een volgende video.